Iedereen weet wat dat angst is. De een is bang voor een spin, de ander heeft claustrofobie enzovoort. Maar vaak is het zo, als de reden voor die angst wordt weggenomen, dat de angst ook weggaat. Je ziet een spin, je bent angstig, iemand slaat die spin dood. De angst is weg, want die spin is weg. Terwijl als je de angstziekte hebt, dan is er geen enkel middel om die angstgevoelens weg te nemen. Mensen die het niet kennen, die zeggen van, maar ja, waarvoor ben je bang? En daar gaat het niet om. Het is gewoon angstgevoelens die zich ontwikkelen tot een ziekte. Je voelt zowel in je hoofd als in je lichaam totale, maar dan ook totale, zeer zware onrust. Je wilt eigenlijk vluchten voor jezelf. Je wilt vluchten naar een veilige plaats waar die angstgevoelens weggaan. En die veilige plaats is niet te vinden, zelfs niet in je bed, zeg maar. Eigenlijk kan ik zeggen dat het hele decennium, de jaren 80, dat ik met die gevoelens gezeten heb. En wel op zo'n manier dat je op den duur denkt, dit houd ik niet vol. Ik kan een begin aanduiden, dat was begin jaren 80 in het Centraal Station in Brussel, toen er een staking was of zo. Het Centraal Station is onder de grond, hè, dus er zat een enorme massa mensen op elkaar gedrukt en ik zat daar middenin en ineens voelde ik iets en ik wou weg. Fysiek dacht ik, ik krijg een hartaanval of zo. Ik werd helemaal mottig en ben dan door de massa heen naar buiten gevlucht en dat ging niet over. In de loop van de avond worden we dan toch iets rustiger, maar dan denk je meteen van, ja shit, morgen moet ik weer naar het Centraal Station. Morgen is het misschien weer staking, morgen zit ik weer tussen duizenden mensen. Veronderstel dat ik het weer krijg. Dat is natuurlijk een serieuze trigger om het inderdaad weer te krijgen. En dat werd echt zo echt een ketting van de ene aanval die de andere de hand gaf. Om duur werd dat één lang uitgerekte periode van zware angst en paniek. Ik ben bij psychiaters geweest die dan zeggen, ja, we gaan dat eens onderzoeken. Een reeks therapieën doen. Een paar maanden moet hij geregeld in slaap zijn. Dan zeg je, nee, ik wil niet over een paar maanden gered worden. Ik wil nu. Ik wil er nu vanaf. Ik zit hier nu met een paniekaanval. Ik zat gisteren met een paniekaanval. Ik zal waarschijnlijk morgen, geneest mij nu. Vandaar dat je ook grijpt naar dingen die het op het moment zelf kunnen afzwakken. Zoals een pil of zoals de drank in mijn geval. Ik ben alcoholieker geworden om de angst te verdoven. Niet omdat ik drinken zo lekker vond. Wat dat helpt of mij geholpen heeft, dat is een aantal dingen. Ten eerste een enorme wilskracht, het niet willen opgeven. Het blijven worstelen en zeggen ik word beter is vandaag niet, dan is het morgen niet, is het volgend jaar. Ten tweede de hulp van mensen om je heen. In mijn geval zijn dat partners geweest. En ten derde de chemie, de pil. Meestal werkte die niet tot ik wel een pil heb gevonden die wel werkt. Maar ik heb het nog weinig. Eigenlijk niet meer, moet ik eerlijk zijn. Ik kan het me eigenlijk bijna niet meer voorstellen hoe het voelde. Ik heb momenten gehad dat ik niet tussen mensen in een winkel wou, maar op een bepaald moment dan toch zei van wat kan er gebeuren? Oké, ik kan binnenstappen en doodval. Ja, fuck it, dan ben ik maar dood. En dat helpt wel. Fuck de angst, fuck alles, weet je wel, fuck de hele wereld, niemand kan mij iets doen. En dat is wel een goede instelling. Tips, ja, weet je, absoluut ten eerste, je bent waarschijnlijk fysiek gezond, dus bijt op je tang. Het kan lang duren, maar het kan overgaan. En een tweede tip is, ja, het niet te verdoven met drugs of drank, want dat is uitstel. Betrek er ook een aantal mensen bij. Laat een aantal mensen weten van, kijk, ik zit met die ziekte. Ga met mij niet naar Werchter, want die massa, daar kan ik niet tegen. En het, bij mij echt wel een belangrijk woord is wilskracht. Vecht er tegen. En blijf vechten. Geef het niet op. Word niet zodanig wanhopig dat je in het water zou springen. We kunnen tegen veel tegen. En de wilskracht van ik ga genezen, dat helpt.